Hier is onze schilderafdeling bezig met het, het renoveren van wanden, het schilderen van wanden eigenlijk. Ja. We krijgen allemaal een ander kleurtje. Uh-huh. En zoals je ziet zijn we druk bezig. Hebben ze iemand nodig misschien? Nou ja, ik denk dat jij de uitgelezen persoon bent om een handje bij te geven. Dat denk ik ook, want ik ben zo handig en in heel veel dingen. Ja, dat willen we graag zien. Ja, nou, ik zie je zo. Ja. Ja, nou, succes. Dankjewel. Hey. Hoi. Goeiedag, Santi. Ik ben van straf hier naartoe gestuurd, ik moet jou helpen. Oké, nou let's go. Welke kleur moet het worden? Een beetje blauwig. Beetje blauwig? Blauw. Oké. Okay. Ja, toch? En dit heet sausen dan, toch? Sausen, ja. Ja. En wat doet het voor de muur? Ja, het geeft kleur. Hey, dat is goed. Nou, ja, dat toch? Moeten we doen. Zal ik dit aanhouden of heb jij een... Ja, ik zou even wat anders aantrekken als ik jou was. Wat dan? Een schilderspakje of iets. Heb je dat bij? Ja, tuurlijk. Serieus? Ja. Nou, is goed. Ja? Ja, het staat je wel. Zullen we beginnen? Ja, let's go. Even kijken, maar ja, jij bent het beter dan ik. Ja. Wat wil je doen? Wil je het inrollen of wil je de rondjes ik maken? Sausen kan echt leuk klinken, dus dat wil ik ook. Oké, dan ga ik de rondjes doen. Ik draai hem even zo, druppeltjes eraf. Ja. Nou, die rol moet nog ingewerkt worden, joh. Je moet eerst de hele linkerhelft. Ja, je houdt lichtjes je druk naar die kant, want die rol, kijk, die zijn een streepje. Ja, en als je hier het streepje krijgt, dan zie je allemaal banen in je werk. Niet naar rechts of naar links. Nee, je moet rustig gaan naar rechts werken. Okay. En een klein beetje naar rechts duwen. Ja. Nou, let's go. Nee, recht naar boven en naar beneden. En ja, rol andersom vasthouden. Juist zo. Kijk. En dikke. Wat ben je? 31. Heb je een rolopleiding gedaan? Of? Ja, ik heb schildersopleiding gedaan. Ja. Van 3 jaar. Oké. Okay. En die gehaald en toen gewoon bij baasjes gaan werken. En nou hier bij Constructive. Hoe ben je gaan hier zo? Is dat oké? Ik kom even kijken. Ik ben ervoor gemaakt. Echt? Dat is een goed gevoel. Man. Ja, het ziet er echt prachtig uit. Ja, ik ben van de continuïteit. Dus ja. Ik ga hier daar verder mee door. Ja, dat is goed. Zal ik aan het denken. Dat is perfect. Ja? Ja. Ik pak even een trapje erbij, dan vul ik die bovenkantje. Ja. Is het zwaar werk als je het daar doet? Dit op zich niet. Maar als je buiten staat en stijgertjes opbouwen en afbreken, dat is best wel zwaar, ja. Bij Constructive kun je ook andere dingen doen, kan ja. Schilderen. Jawel. Onze collega Jasper staat bezig met timmerwerk. Oh, dus ja. Dan kun je ook nog even kijken. Ja, je moet even kijken. Is goed? Nee, leuk. Ja? Ja, dankjewel. Oké, is goed. Mooie outfit. Ja. Netjes uit, ja. Hoi. Hoi, Jasper. Tim, ja, jij bent bezig, zie ik. Ja. Kun je hulp gebruiken van een pro? Dan ga ik even iemand halen. Ja? Ik denk dat we wel een pro voor jou kunnen maken. Wat ben je aan het doen? We zijn een koffie aan het maken voor om een kunstwerk op te zetten. Oké. Okay. Dan gaan we schilderen dadelijk afwerken. Oké, okay, dat is goed. Dus we kunnen nog maken een vierkant. Dus we hebben hier nog 2 planken die gaan we erop schroeven. Oké, okay, kan ik eens doen? Ja, ik denk voorboren. Voorboren? Niet in de vloer boren. Nee, dat is geen goed idee. Ja. Super, teken hem af. Leg hem erop. Dan mag je op het lijntje maar een gaatje boren. Om de 20 centimeter. Oké, okay, helemaal over de lengte. Ja. Ja, nee, 20 centimeter uit elkaar ongeveer. Oké. Okay. Je hebt een duister. Oh, of... ja. Ik dacht, nee, doe even op gevoel. Mm-hmm. Oké. Okay. Hé, hey, hoe lang doe je dit werk al? 15 jaar zo'n beetje. 15? Ja. Holy shit. Ik ben op mijn 16e begonnen. Ja. Vanaf de LTS. En dan werken leren. 4 dagen in de week werken voor mijn baasje. Ja. En dan 1 dag in de week naar school. Dat is goed. En dat duurt dan 2 jaar. Ja. En dan kan je daarna weer door met een vervolgopleiding. Alleen dat is dan 's avonds. En hoe vond je dat om te doen? Ja. Leuk. School is nooit leuk. Nee. Maar ja.
papier heb je nodig om door te kunnen groeien. Dat natuurlijk wel. Ja. En hoe lang werk je al voor dit bedrijf? Een jaar of twee nu. Een jaar of twee? Ja. Okay. Er zijn dan heel veel dingen, hè? Ja. Geloof ik ook, we zijn nu ook veel met verven. Hè? Ja, schilderen, heel veel renovatie. En wil je dan ook doorstromen? Of? Nou ja, de kansen zijn er wel om door te groeien binnen dit bedrijf. Zowel als naar uitvoerder of calculator. Of, ja, als je wil is er wel een weg, daar staan ze heel, heel graag voor open. Ja. Mensen toch moeilijk te vinden zijn. Ja, raar is dat, hè? Er zijn heel veel jongeren eigenlijk die gewoon ja, die ze niet kunnen bereiken, zeg maar. Ja. Ja. En het is toch. Er is heel veel werk in. Ja. Tot de tijd. Pas schroeven? Ja. Oh. Wil jij erin doen? Durf je niet meer. Nee. Wat vind jij het leukste aan het werk? Ja, dat je iets maakt. Ja. Op al veel plaatsen komt. Dat je vrijheid hebt. Ja, je hebt toch je eigen busje en dan. Als je 's ochtends spulletjes halen en dan aan de slag. Ja. En dan daarna zou je 's middags voorbereiden voor de volgende dag. Ja. En weer lekker aan het werk dan. Zijn dat hele lange dagen die je hebt? Of? Ja, uiteindelijk wel. Je moet toch proberen om 7 uur op je werk te zijn. Ja. Ja, de ene keer zit je dichterbij als de andere keer. Ja. Ja, en dan moet je soms een uur rijden, soms anderhalf uur. Ja. Dat is wel pittig. Ja, ja. Goed in de bus. Wat hoort wat. En de bus kun je natuurlijk wel anderhalf uur lang gaan zingen. Ja, zingen, meezingen. Toch? Ja. Laat mij gaan met je handen. De Viva lezen. Even kijken. Lezen nog vast en dan verven. En dan geven we het aan iemand anders. Ja, dan geef het wel aan een schilder. Oh ja, dat is goed. Ik geef het verven. Tim. Dankjewel, hè. Later. Succes nog. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan kan, ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.